Peter en ik zaten daar in Los Angeles toen ze plots zeiden de kleinste Xbox ooit, de sterkste Xbox ooit en gewoon een betaalbare Xbox ooit. Het is de Xbox One X en we hebben hem al denk 2-3 weken binnen. Peter is er uitgebreid mee aan de slag gegaan. Peter, is dit truly the most powerful console ever made? Nou, dat staat buiten kijf. Dat staat buiten kijf. Dat is waar. Het is de meest krachtige console ooit Want gemaakt. PC is geen console. Ik zag al mensen op YouTube boos worden. Ja, hoezo, hoezo krachtiger dan... PC is geen console. Maar nee, het is de half-generation console van Microsoft. Ja. Dus Sony kwam al... Ja, die had eigenlijk het eerste schot met de PlayStation 4 Pro. En Microsoft zei, oh. Dus wat jullie 4K noemen is niet eens echt 4K. Wij gaan het even goed laten zien. En toen was de Xbox One X in het leven geroepen. Voorheen de Project Scorpio. Ja. Wat vind je ervan? Ik vind het... Laten we het zo zeggen. Ik vind de trend van het tussenconsole hebben. Dus een Pro en een X. Ik weet niet wat ik daarvan vind. Ik vind het heel lastig. Want het valt natuurlijk allemaal samen met nieuwe generatie televisies. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk het ding. We hebben tegenwoordig 4K televisies. HDR, High Dynamic Range. Hè, betere, diepere kleuren. Dat is er nu gekomen sinds de release van de eerste Xbox en de PlayStation 4. En daar is dit de oplossing voor. Wij kunnen nu op die mooie 4K-televisies, die nog lang niet iedereen heeft, maar wel heel wat mensen heeft. Ze worden steeds goedkoper nu. Precies. Wij kunnen nu op die schermen spelen en die Xbox One X is daar de oplossing voor. Ja, en dus daarom heb je heel veel kracht nodig, want voor de mensen die het niet weten, om van HD 1920p naar 4K te gaan, heb je 1080p, heb je vier keer zoveel rekenkracht nodig. En ongeveer. Ja, oké, dat zijn vier keer zoveel pixels en dat is gewoon, daar heb je ontzettend veel meer rekenkracht voor nodig. En Microsoft had zoiets van, weet je wat, €500, hier heb je de nieuwe Xbox One die het kan. Dus het is een Xbox One, laten we dat ook even voor de leken vertellen. Er gaat gewoon een Xbox One controller in, je standaard headsetje werkt erop, alles wat op een Xbox One draait. Wow, Dolby Atmos. Al je oude stuff kan erin. Sterker nog, het hele achterpaneel, de hele interface is gewoon identiek aan de Xbox One S. Dus als je overstapt van de Xbox One S naar de Xbox One, hoef je niet eens kabels te wisselen. Je prikt alles er gewoon weer in. Je controllertjes werken nog, al je games werken nog. Ja. De backwards compatible games van de 360 en zelfs de original Xbox Fat. Alles is gewoon een Xbox One. Maar dan zijn er 150 titels at the moment die beter op Xbox One X zijn. Better on Xbox One X. Ja. Wat is dat? Dat wil ik even definiëren. Want er is een kleine... Ik vind het lastig. Want er zijn drie dingen die de Xbox One X kan verbeteren. Ja. Het is A, 4K, B, HDR of C, het algemene Better on Xbox One X. Als de game aan één van die drie dingen voldoet, dan krijgt het een Xbox One X Enhanced label. Bam. Ja. Die lijst staat trouwens ook in de beschrijving als je wil weten welke games het allemaal zijn. En dat zijn dus heel veel games. Maar heel veel van die games die doen alleen maar Better on Xbox One X. Doe geen 4K-aanstelling, ben geen HDR. Dus bijvoorbeeld... Maar wat is die loze beter op Xbox One X term dan? Is dan een hogere framerate, snellere laadtijden of, I don't know, ze hebben iets met elkaar vergeleken en het kwam iets beter over. Je kon twee palmbomen verder kijken in Assassin's Creed ofzo. Dus dat moet je echt goed checken. Bijvoorbeeld Star Wars Battlefront 2 is een grote teleurstelling van mij, heeft geen 4K-aanstelling. Die heeft HDR-ondersteuning. Ook gaaf, maar ik had dan op 4K gehoopt, want dat is waar ze dit ding op markten. Ja, wow, wij zaten bij die persconferentie. 4K was echt, als je een shotje had moeten nemen voor elke keer dat ze 4K zeiden, was je echt, nee, je was gewoon dood. Ja, dat was gewoon dood. En dat snap ik, maar dit moet je dus wel echt goed bekijken per game. Om teleurstelling te voorkomen. Dat zijn de negatieve dingen. En nog één negatief ding is de slechts 1 terabyte opslag die er vast in zit. Terwijl de Xbox One S al verkrijgbaar is in een 2 terabyte opslag. Ja, volgens mij de Project Scorpio Edition heeft wel 2 terabyte. Is nergens te verkrijgen. Ja, die was al uitverkocht toen die werd onthuld. Dus de standaardversie gewoon 1 terabyte. En dat is dus met die patches van 4K dus best wel... klein. Ja, want dat is natuurlijk een ding. Die updates voor 4K of better op Xbox One X zijn natuurlijk gewoon, die zijn gratis, maar die moet je wel binnenhalen en ergens kwijt kunnen. Gears of War 4, 100 gig. Forza 7, 100 gig. Je hebt gewoon een paar games, die zit vol.
Ja, ja, letterlijk een game of 10. En dan misschien nog twee losse indies of zo. Ja. Dat is wel... Ja, oké, okay, je kunt gewoon altijd natuurlijk externe game drives eraan hangen. Dat is, ja. Het heeft natuurlijk wel allemaal USB 3.0. Maar het liefst zie je natuurlijk eigenlijk gewoon dat... Omdat het zo'n powerhouse is, dat ze zeggen van... Nou, we gooien wat meer opslag erop. Tot zover het negatieve. Want zullen we even praten over wat er fucking awesome is aan de Xbox One X? Laten we er op die positieve noot gaan. Assassin's Creed Origins. Yay. Kijk, als er dan games zijn die echt alles ondersteunen. Dus Assassin's Creed is zo'n voorbeeld. Dus 4K HDR en Better on Xbox. De draw distances zijn beter. 60 frames per seconde haalt hij 90% van de tijd. De laadtijden zijn acceptabel. Het ziet er schitterend uit op een 4K televisie. Als je dat, als je die game speelt, dan heb je echt het idee, ja. Hier wil ik 100 euro meer voor uitgeven. Ja, want, maar dit is wel een dingetje waar natuurlijk, mensen gaan natuurlijk zeggen van, een PC is in heel veel gevallen kan net zoveel. Maar je kunt niet voor 500 euro onder die 4K televisie in één keer iets hebben wat Assassin's Creed Origins op 4K HDR 60 frames per seconde draait. Ja, en dat kan je niet samen kunnen stellen. Nee, daar is de Xbox One X dus een oplossing voor. En als je die game speelt, dan denk je echt... Wauw. En hetzelfde geldt voor Forza Motorsport 7. Oh ja, het is ook 4K. Ongelooflijk mooie game. Die game sowieso rocksteady 60. Ja. Die heeft geen dips, dat is altijd 60. En dat is echt, dan is deze console echt de oplossing voor als je dat eens een keer wil ervaren. En het geldt overigens ook, minder groot voordeel, maar het geldt ook voor de 1080 schermen. Dus de gewone HD schermen, worden games ook mooier van. Want hij draait hem uit in 4K, maar stopt het weer in 1080, waardoor het een gedetailleerdere... Dat is eigenlijk een soort van kort door de bocht hoe de MXAA multisampling werkt. Dus zo werken computers ook als je een sterke computer hebt, kun je dat ook doen. Dat je hem groter uitdraait en dan indraait. Dat zorgt ervoor dat alle lijnen net iets vloeiender zijn, maar niet van die kartelrandjes. En dat doet die Xbox One X dus ook met games die daarvoor zijn aangepast. Dat is best wel, dat vind ik gaaf dat nu de console toch weer... Want deze generatie begon zwak. De generatie van de PlayStation 4 en Xbox One was al outdated toen die uitkwam. En dit is dan toch wel weer dat ze laten zien van, hey, wij kunnen ook wel weer iets maken wat gewoon echt letterlijk mee kan met de tijd. En niet dat het op de markt staat en denkt van, ik kan nu al goedkoper een PC'tje samenstellen die het sterker kan, zeg maar. Ja, en dus Xbox One X geeft die ontwikkelaars dus de tools dat ze het kunnen. Ja. Wat ze ermee doen is nog altijd aan hun. Er worden geen verplichtingen gesteld aan ontwikkelaars om het te doen. Het wordt aan ze gevraagd. En Assassin's Creed Origins en Forza en Gears of War 4 krijgt een hele mooie update. Dat zijn voorbeelden van games dat als de ontwikkelaar doet... Halo ook. Halo 3 en Halo 5. Waar is 4? Waar is Reach? I don't know. Halo Wars 2 ook. Nou, het is een hele lijst staat in de beschrijving. Check die vooral. Als de ontwikkelaar het wil oppakken en het wil doen, dan kun je hier dus heel veel uithalen. En dat is ook direct de grootste voordeel van de Xbox One X. Het is gewoon een hele krachtige console die heel veel kan. Alleen, ik vind, wat eruit wordt gehaald bij sommige titels, is niet genoeg. Maar dan kom je ook weer een beetje aan op het minpunt van de hele generatie van Xbox One. En dat is basically de catalogus. Het feit dat je nog steeds weinig echte exclusives hebt, omdat Microsoft nu zijn hele exclusieve basis deelt met PC. Dus als jij een gamer bent op zoek naar een console, ga je sneller naar een Nintendo of een PlayStation toe, omdat die echte exclusives hebben. Terwijl alles wat hierop draait, dus je kunt gewoon ook op PC spelen. Ja, dat is waar. Dus dat is een beetje... Daar mogen ze eigenlijk nog ook wel wat meer moves gaan maken, want ze hebben nu letterlijk de krachtigste console op aarde. Maak er dan ook iets voor dat je denkt van nu wil ik hem ook hebben. Naast het feit van dat hij gewoon voor een relatief goede prijs 4K HDR speelt. Nou, dat is wel belangrijk, 4K HDR. Voor de games die dat doen is het fantastisch. Zeker als je een 4K scherm hebt en je denkt van god, waarom zijn mijn games niet mooier? Nu zijn ze mooier. En een Dolby Surround systeem? Dolby Atmos en dergelijke? Dolby Atmos, ongelooflijk. Ook die headsets, het werkt, dat maakt de ervaring natuurlijk fantastisch. Ik wil nog even kort hebben over het uiterlijk, want laten we het wel wezen, het is wel de kleinste Xbox ooit. Gewoon alle Xboxes ever. Een heel klein draadje zonder accu eraan vast. Ja, net als de Xbox One S, inderdaad. Ja, het is gewoon helemaal identiek. Ik vind hem ontzettend mooi. Hij is ontzettend stijlvol. Strak. Ik denk dat je dit met trots onder je 4K-televisie kan zetten, zonder dat het te veel aandacht opeist. En je kan hem ook nog steeds rechtop staan zetten. Ja, heb je daar nog een speciaal verticaal stand voor? Want ik weet dat we bij de Xbox One S kregen wij die erbij, maar toen was het wel zo van, als je die als consument wil hebben, moest je 20 euro loslappen. Ja, precies. Maar die zat er niet bij. Ik zet hem gewoon rechtop. Nee, oké. Okay. Prima. En ik wil nog één ding vertellen. Hij heeft natuurlijk een 4K Blu-ray speler. Die heeft de PlayStation natuurlijk niet. En dat is wel fijn als je toch een 4K televisie hebt, dat je gewoon je Blu-rays kan spelen. Want het is mooier dan Netflix, laten we wel weten. Het is mooier dan Netflix, 4K Netflix zit er ook in. Ja, en een YouTube speler voor 4K. Wat is een Xbox One zonder Netflix? Ja, de is beste titel. Maar dat had de Xbox One S ook al, dat was toen ook al jouw grootste punt dat je zei van... Want de Xbox One S is nog steeds de goedkoopste 4K Blu-ray speler, ook gewoon die dan ook nog eens een keer kan gamen.
Ja, en ja. Dat is dit nu de ene goedkoopste. Ja. Ja. Maar ja, die draait dan ook gewoon games in gewoon native 4K. Ja, ja, dus ik vind het heel tof dat ze het hebben gedaan. Ik vind het een ontzettend mooi apparaat. En ik hoop dat, maar dat ligt eigenlijk meer aan de ontwikkelaarkant. Ik hoop dat de ontwikkelaars echt, zeg maar, hier voor gebruik van willen maken. Want ja, het aandeel 4K-televisies groeit en groeit en groeit. En mensen willen dat en vinden het vet om dat te ervaren zoals het hoort. En dat kan zeker met de Xbox One X. U hoort het. De Xbox One X, Gamersnet is erover te spreken. Dit was Gamersnet Gear. Elke dinsdag de laatste tech, gadgets en gear. Als het maar op de gamer gericht is, willen wij het hebben. Dit was het voor de Xbox One X. Er komen zeker nog heel veel games aan die we gaan reviewen op de Xbox One X. Heb je nog vragen? Laat ze weten in de comments. We beantwoorden ze graag. Dat was het voor Gamersnet Gear. Ik was Tom, dit is Peter. Houdoe en bedankt. Wij gaan denk ik gewoon een potje Netflix kijken op de Xbox One X. Nee, Assassin's Creed Origins spelen. En dat kan ik niet meedoen. Nou en? Ga je lekker kijken? Ja. Wel 4K. Wel 4K. Wel leuk kijken.